Ik geef thuis ook, ik heb mijn eigen studio in Amsterdam. En ook kinderyoga. Ik vind het heel leuk om met kinderen te werken, omdat ze gewoon als een spiegel voor je zijn. En het gaat nooit zoals je denkt met kinderen. Dus het is heel veel improviseren. Dat vind ik ook heel leuk om ja, te doen. Ja, met dieren, zag ik. Ja, er wordt heel veel met dieren gewerkt. En weet je wat we nu gaan doen? We steken onze vingers in onze oren. Steek maar twee vingers in je oren. Nog een bepaalde leeftijd waarop ze kunnen beginnen, of kan het gewoon vanaf dat ze kunnen lopen? Er bestaat zelfs al baby yoga. Ja, dus tijdens de babymassage kun je ook bepaalde houdingen met de baby doen, baby yoga. En dan kan het kind daar gewoon in verder groeien. Ik geef bijvoorbeeld zelf ook ouder- en kind yoga voor de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar. En dan doet de ouder mee of verzorgen of opa en oma. En daarnaast dan de yoga voor oudere kinderen ongeveer van 6 tot en met 11 jaar. En dan kun je weer doorgaan met de tiener yoga. En dan kom je vanzelf weer bij de volwassen yoga. Gewoon één beetje. Je zet je handen op het tegen. Ja, allemaal yoga kindjes. Heel goed hoor. Doe je ook de... De traditionele asana's met kinderen, of pas ja. Je echt helemaal aan? Nee, ik doe ook de zonnegroet en dat je zegt de cobra, doe ik met kinderen. Maar kinderen, omdat ze nog in de groei zijn, blijf je nooit te lang in een houding staan. En het is ook afhankelijk zeg maar, van de leeftijd en ook het emotionele niveau, zeg ik altijd, van de kinderen. Dat is veel belangrijker dan het intelligentieniveau. Dus het draait meer om het EQ dan het IQ. Kinderen ook kunnen begrijpen. Want je merkt ook, sommige kinderen kunnen heel goed in hun fantasie gaan. Ik eindig altijd met een ontspanningsvisualisatieoefening. En sommige kinderen kunnen daar helemaal in meegaan. En voor andere kinderen is dat moeilijk of die moeten daar meer in oefenen. We pakken elkaar schouders mee, ik leg maar de handen op de schouders en dan gaan we roeien. Zitten we allemaal achter elkaar? Nee, gewoon poot maken. Dan gaan we roeien. En roei maar door het water. Heel goed. En zien we al land? Zien we al een eiland? Kijk eens even goed met de verrekijker of we eiland zien. Ik zie een eiland. Kijk maar goed om je heen. Ja, zie je een eiland? Ik zie een camera. Ik zie een camera. Een eiland. Nog een eiland? Dus het is vooral belangrijk voor de zelfexpressie, ook een stukje ontspanning. Er komen vaak ook ouders met kinderen dat kinderen gewoon problemen hebben om zich te ontspannen, om te kunnen slapen, onrustig zijn. Want kinderen krijgen tegenwoordig zoveel indruk, met name uit de media, hè, televisie, internet, de computer. Dus dat kinderen ook even leren gewoon helemaal te ontspannen. En eigenlijk vooral creatief te zijn vanuit zichzelf en ook met elkaar te socialiseren. Dat is ook belangrijk.